Ik ben hier bij het bekende scheepswrak van Zakynthos. Alleen zoals je kan zien is het heel erg druk hier. Dat is wel jammer, dat pest een beetje, maar het schip is heel vet. En ook de omgeving hier is heel vet. Aan de voorkant staat dus een man, want je mag eigenlijk niet op het scheepswrak volgens mij. Maar ik ben hier via de zijkant. En een klein boek hier. Alleen is kut, als ik bovenop ga, gaat die man mij sowieso zien. Maar ik sta nu gewoon in het fucking scheepsvak. Hoe ver is dat? Het schip is echt helemaal verwoest. Hij ligt er al sinds 1982. Het was eigenlijk een smokkelschip. Het kwam van Turkije af om sigaretten en zakken drank mee te smokkelen. En toen was er slecht weer. En toen strandde het hier voor de kust van Zakynthos in Griekenland. En toen hadden die bewoners hier hadden heel lang illegaal sigaretten en zakken drank. En diegenen van het schip die zijn gevlucht. Ze hebben het schip hier achtergelaten dus, sinds 1982. Het hier is ook helemaal verrot. Het is wel heel fijn om zo'n scheepswrak van binnen te zien. Ik ben hier door omhoog gekropen. Hoe gaan we ongezien naar die kant komen? Dat wordt heel lastig, denk ik. Maar ik ga het wel proberen. Ik probeer nu voorzichtig naar daar te sluipen. Ik weet niet of ik daar opkom eigenlijk, maar laat ik gewoon proberen. Ah, lijkt erop dat er niks te zien is. Volgens mij is die besturingskamer zo aan die kant, maar daar kunnen we echt niet komen volgens mij. Ja, daar was ik net dus. Nou, de beveiliger die begon dus te fluiten, ik moest van het schip af, hij was niet zo blij. Hij sprak ook Grieks of zo, ik verstond er helemaal niks van. Maar via hier was ik dus naar binnen gegaan. Ik zag ook een filmpje van iemand die was helemaal in die mast geklommen. Maar dat kunnen we nu niet doen, want die beveiliger zit aan de voorkant. Dat is wel echt kut.
Net stond die kust daar bovenop. En op het laatste kwam dus die beveiliger naar me toe. En hier was ik dus ook geweest. En ik wil graag in dat deel komen, maar dat kan niet zonder dat iemand mij ziet. Dus dat is wel kut. Ik kan wel eens aan hem vragen, maar ik denk niet dat ik erop mag. Ja, ik heb gevraagd aan die man of ik wat foto's binnen kon maken. Ik kon niet, en vroeg ik nog of hij misschien wat foto's van mij kon maken binnen. Dat wou hij ook niet doen, dus dat is wel jammer. We hebben die kant kunnen zien, maar niet die kant. Ja, het is ook sowieso helemaal verroest, maar ik denk dat je hier de stuurkamer had waar de kapitein zat. Volgens mij wel. Ik kan wel een foto van het internet opzoeken. En die misschien erbij zetten. Het is jammer dat hier nou heel veel mensen zijn, dadelijk als de beveiliging. Als je hier bent en er is niemand, kan je gewoon op het hele schip. Kijk ook deze. Water hier is echt helemaal knalblauw, dat is niet normaal. Io stare con una parte come il genere a mare.